Nou, het is november en dat betekent dat het al bijna kerst is. We zijn nu bij Ron de Boer. En Ron de Boer die organiseert al heel wat jaren een heel kersthuis. En we gaan nu eventjes binnenkijken hoe dat eruit ziet. Nou, Ron, u uh, bent weer druk aan het versieren. Ja, het, moet, het kerstdorp moet weer helemaal af. Uh, 22 november wordt het weer door de wethouder geopend. En ik heb elk jaar een goed doel. En dit jaar doe ik het alles voor spieren voor spieren. En uh, ja, ik krijg al meer, uh, ja, hoe noem je dat, sponsors. Die uh, geven een de kinderen eigenlijk, uh, krijgen van de Jumbo allemaal een versnapering. Uh, ik heb een bakker in Uitgeest van Putter. Daar krijgen ze een bon, kunnen ze een bon krijgen om gratis koffie te halen. En mijn autogarage, daar ben ik vandaag geweest. Die is aan het zoeken wat hij dit jaar gaat verstrekken. En de Primera gaat dit jaar dingen geven. Zo. Dus ik heb eigenlijk voor iedereen, gekregen, krijgt toch wat mee naar huis. En het goede doel heeft toch te maken? Uh, dit jaar is het spieren voor spieren. En wat houdt dat in? Uh, dat is eigenlijk. Uh, uh, mensen, dus zelfs sporters, dan gaan die spieren in ene verkrampen. Dus en dat is echt blijvend en constant. Het gaat een beetje naar ALS. Maar het is geen ALS. ALS, dat is het ergste. Maar dit is ook, ze, ja, ze kunnen volledig gehandicapt worden en jongeren ze kunnen misschien nooit meer sporten. Nou, Ron, en hoeveel mensen komen er dan? Nou, tussen de 700 en 1000 man, normaal gesproken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Kijk, het is voor mij een hobby. Ik ben alleen. Dus ik heb gezelschap elke dag, hè? want ik ben elke dag open straks. En, uh, ja, en de mensen genieten. Hè? En het is altijd gratis. Alleen als ze dus geld geven, dan gaat het echt helemaal naar het goede doen. Alleen. Van mijn verkooptafel. Ik heb een hele grote verkooptafel. Daar is de helft voor mij en de helft voor het goede doel. En waarom doet u het? Uh, omdat ik kerstgek ben. Ja, het is, ik vind het geweldig. Ik vind de kerstsfeer altijd de mooiste uh, tijd. Van, de kerst, de mooiste tijd. Ik heb heel vroeger ben ik bakker geweest. En wat was dit met kerst? Werken, 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 geld verdienen. En kerst, nou, dan had je eigenlijk geen tijd. Ja, het was een gouden tijd om, om geld binnen te krijgen. Maar kerstvieren echt? Nou, dat was eh, eigenlijk niks. En nou, later ben ik daar eigenlijk al gekker in geworden. Nou, maar eigenlijk gaat het dus ook om de, de, de mooie sfeer die u de... samen kunt delen met de mensen. Ja, ja. proeven. Dus de mensen kunnen vanaf 22 november al in de kerstfeer gaan komen. He, en ja, dan gaat het elke dag door. Behalve kerst en oud en nieuw. Want ja, dan heb ik mijn huis open voor mijn eigen kinderen. Dus dan moet ik geen bezoek hebben hier. Nee. Al. En wat laat u nou staan zo het hele jaar door? En wat, niks, wat bouwt u op? Alles niks, bouwt u op. Alles gaat straks weg. Want hierna zit ik in de perkplantjes en in de hangbakken. En dan wordt die ruimte weer gebruikt voor perkplantjes en voor hangbakken. Want ik was vroeger hovenier. Ja. Nou, en ja, ik was heel vroeg, ben ik gestopt. En ik heb mijn vrouw zo met de dood kunnen begeleiden. He, en. Ja, tuin of ja, plantjes, dat blijf je trekken. Dus ik, ik doe, zit nou erg in de plantjes. En sinds wanneer bent u dan bezig dit jaar? Kerstdorpbouw begin ik half september. Maar als straks mijn plantjes. Kijk, ik heb de eerste stekken al staan al in de slaapkamer. En volgende week moet ik weer gaan stekken. Want als het te koud wordt, dan ben ik, heb ik geen stekmateriaal. Dus het moet allemaal weer gauw gedaan worden. En dus dan ligt het... Kerstbouwen bouwen voor mijn effie stil, maar ik denk dat ik zowat klaar ben dan. Hoe hoopt u dat het eruit gaat zien dit jaar? Ik vind het persoonlijk mooier als het verleden jaar. Ik heb nou echt meer. Uh, het verleden jaar stond er een hele hoop recht op een rij. Ja. Hey, en dan was het eigenlijk net zo'n soort Venuswijk. Uh, met allemaal al verschillende huisjes. En nu heb ik echt geprobeerd een kleine dorpjes erin te maken. Dus alles een beetje in een, in een rondje gezet, dat het net lijkt of het een, een dorpje is. Ja, ik, uh, ik vind hem van het jaar zelf mooier. U, u bent dus benieuwd naar de reacties van de mensen, ja, denk ja, ik. Ja, ja, echt wel. Ja. Hey, en waarom dan dit goede doel? Hoe komt uh, u daar dan bij? Uh, ik vraag altijd aan mensen, hebben jullie een goed doel? Want dan ga ik uitzoeken, uh, ja, klinkt heel banaal, wat ver, uh, blijft er aan de strijkstok hangen? Er zijn di uh, dingen waar de directeur zoveel verdient van de, goeie, van de stichting, dat ik denk, nou, dat is, uh, daar ga ik niet voor werken. En spieren voor spieren kwam, heb ik drie keer een berichtje over gehad. En dan ga ik het uitzoeken hoe dat gaat daar. Hoor. En dan denk nou, dat kan ik doen. Nou, en volgend jaar, ik heb nu alweer... Uh, het vergeten kind is al doorgegeven. Want ik, ik spreek meestal in, in maart alweer... met het goede doel wat ik denk te gaan doen. Want ik wil altijd graag een vlag hebben van ze. Ik wil een verzegelde bus hebben. En ik wil dat ze bij mij in huis tellen. Nou ja, hopen dat dit filmpje nog een beetje bekendheid, extra bekendheid ja. geeft.